Ik hou van lezen, luister veel muziek en speel zelf ook saxofoon. Ik doe promotieonderzoek naar de vertaling en verspreiding van Descartes en Spinoza in het Nederlands. En dat is heel spannend, want Descartes en Spinoza waren omstreden en soms zelfs verboden. Dus dat proces van vertaling dat gebeurde vaak in het geheim of soms ondergronds. Dus soms voel ik mij als historicus en Nederlandicus als een soort detective die een historische puzzel aan het oplossen is. Nou, mijn onderzoek richt zich op de periode na 1650. Dat is de tijd dat de 80-jarige oorlog net voorbij is. Er breekt een periode van grote bloei aan, veel vrijheid en tolerantie in de Nederlandse Republiek. En Descartes en Spinoza zijn zo interessant omdat hun ideeën de grenzen van die vrijheid opzochten. Dat gedachtegoed was radicaal soms. En zo radicaal dat een vriend van Spinoza, die vergelijkbaar werk publiceerde, uiteindelijk achter de tralies verdween en daar zelfs overleden is in het Amsterdamse Rasphuis. Nou, toch waren er vertalers die dus hun werk vertaalden. En mijn onderzoek richt zich dus op de vraag, wie waren dat? Waarom deden zij dat vertaalwerk? En voor wie? En dat is heel leuk, want zo krijg ik ook echt gevoel voor die historische figuren die met dat gedachtegoed aan de gang gingen. Spinoza en Descartes werden meestal onderzocht door historici en filosofen. En ik ben een Neerlandicus en dat betekent dat ik ook echt kijk naar de taal in die vertalingen. Dus hoe werd er vertaald vanuit het Latijn en het Frans? En hoe kreeg dat gedachtegoed vorm in de Nederlandse taal? En daarbij gebruik ik ook nieuwe methodes, onder andere digitale tekstanalyse. Nou, voordat je een tekst met een computer kunt lezen, moet je hem eerst digitaal transcriberen. En daarbij krijg ik hulp van een groep vrijwilligers. En dat is heel leuk, want die hebben eigenlijk heel veel ervaring met 17e-eeuws tekstmateriaal. En daardoor zien zij soms dingen in die tekst die mij helemaal niet opgevallen waren. Zoals specifiek woordgebruik of een overgang in de stijl. En als je die tekst eenmaal digitaal hebt, dan kun je ze dus analyseren met de computer. En dat kun je vergelijken met moderne plagiaatsoftware. Die kan herkennen welke delen uit verschillende teksten op elkaar lijken of juist sterk van elkaar verschillen. En zo wordt het dus mogelijk om verschillende vertalingen van Descartes of Spinoza naast elkaar te leggen, digitaal. Om zo de overlap en verspreiding tussen verschillende teksten te meten. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet bij één vertaling van een boek van Spinoza uit 1694, is dat die tekst deels gebaseerd is op eerdere vertalingen van die tekst. Dus sommige hoofdstukken die komen letterlijk overeen en andere delen die zijn juist helemaal opnieuw vertaald, zo lijkt het. En dat laat in mijn ogen zien dat er een verspreiding is geweest van die vertaling in handgeschreven versies. Dus dat mensen bij kaarslicht het boek hebben overgeschreven om zo aan de censuur te ontkomen. En dat is echt een voorbeeld waarin ik als historische detective aan het werk moet. Nou, het lijkt mij heel leuk als ik over 10 jaar mijn onderzoek kan combineren met een baan als docent op de middelbare school. Want Descartes en Spinoza, dat waren kluizenaars die onderzochten de mensen, de natuur en de wereld vanuit hun studeerkamer. En dat spreekt mij ook heel erg aan, maar uiteindelijk wil ik ook iets meer en wil ik ook zelf die wereld in.